Een alerte moeder heeft bij het afhalen van haar dochter een vreemde substantie in de drank van het kind waargenomen. De moeder liet het kind stoppen met drinken en stelde de leiding van de school op de hoogte van het geconstateerde. Dit meldde publiciteitsdienst van het Korps Politie Suriname, KPS. De afdeling jeugdzaken van de politie heeft samen met de narcotica-brigade een onderzoek ingesteld naar de inhoud van de fles. Het vermoeden bestaat dat het in deze gaat om de bekende soekroe. Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling narcotica-brigade, gaf eerder in het programma Politiejournaal uitgebreide informatie over deze relatief nieuwe drugsoort. In Suriname staat het bekend als soekroe, suiker of molly. En het wordt in kleine hoeveelheden verkocht door de zogenaamde kleine dealers aan drugsgebruikers. Waarom men het waarschijnlijk in Suriname soekroe noemt, is op grond van het feit dat het heel sterk gelijk op bruine suiker. Hier ziet u bruine suiker, is echte bruine suiker. En hier ziet u twee varianten van die MDMA, afgekort MDMA. En het wordt soekroe genoemd. U kunt zien, zeker bij deze, dat het heel sterk gelijk op die bruine suiker. Vandaar dat men het hier in Suriname soekroe of suiker noemt. De inhoud van de fles is voor verder onderzoek gestuurd naar het Centraal Laboratorium. De politie doet een beroep op ouders en schoolleiders waakzaam te zijn. Aan jeugdigen wordt gevraagd geen eten en drinken van vreemden te accepteren. De politie roept een ieder, maar vooral de jeugd, dringend op hun eten en drinken niet te laten staan en niemand te vertrouwen.